Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze extra video. Ik ga vandaag mijn bag collection laten zien. Vind ik heel erg leuk. Ik heb er net heel veel weggedaan en wat er over is, dat laat ik vandaag zien. Ik laat vandaag alle tassen gewoon random qua volgorde zien. Ik pak gewoon de eerstvolgende en zo gaan we ze allemaal af. De eerste tas waar ik mee ga beginnen is deze Calvin Klein. Dit is een blauwe tas. Ja, hij heeft een mooie bewerking in het leer. Vrij ruim, dagelijks. Ik heb de stofzak erin gedaan. Ik heb net alles opgeruimd. Ook een lang hengsel. Deze kan er alleen helaas bij deze niet af. Dus dat vind ik wel een nadeel van de tas. Ik vind dat wel fijn als ik hem en lang en gewoon kort kan dragen. Maar verder is het gewoon een prima tas voor door de week. Dan een heel klein lief tasje. Deze zou ik zelf nooit eigenlijk hebben uitgezocht. Die heb ik van Sarah gekregen. Maar ik vind hem mega schattig. Hij is van Guess. En hij heeft een heel erg leuk bloemetjespatroon erop. Hij is vrij klein, dus ja, hij kan niet altijd. Deze heeft wel een los hengsel erbij. Ik doe ze er eigenlijk altijd in. Als ik hem wil, kan ik hem er aanhangen. Meestal draag ik tasjes zonder. Dus ja, gewoon een heel schattig klein leuk tasje. De volgende tas is deze tas van Friends Connection. Deze heb ik in Londen gekocht. Daar was ik helemaal verliefd op. Ik vind hem heel gaaf. Hij is hier helemaal van stof. En dit is echt hout. Het is ook echt hard hout. Hij is best wel zwaar. Ik heb hem best wel veel gedragen. Hij heeft ook best wel wat plekjes. Dat wat ik er niet mee helemaal uitkrijg. Dat vind ik echt wel heel erg jammer. En hij is best wel ruim van binnen. En hij is heel erg leuk aan de hand en hij draagt zo heel erg fijn. Dus ik heb deze al best wel lang, maar ik kan hem nooit wegdoen. Dus ik ga binnenkort gewoon proberen om er toch weer een nieuw leven in te blazen, want ik vind hem top. De volgende tas is deze Michael Kors tas. Deze is wit met aan de zijkanten zwart en dan bruine hengsels. Deze kan er wel vanaf, dus dat vind ik altijd heel fijn. Dan kan die en om je arm en lang gedragen worden. Het is een vrij ruime tas. En Michael Kors, ja, die heeft altijd wel een mooie indeling. Vakjes, de stofzak zit er weer in. Dus het is een tas die ik vaak gebruik. Dat is er een heel klein beetje ook wel aan te zien. Maar ik ben er heel erg blij mee. Hij past ook bij heel veel, dus dat vind ik altijd wel heel erg top. Volgende tas is van Oasis. Deze is van Oranje Suede. Ik vond dit zo'n schattig tasje. Je zat ooit een hengsel bij, maar dat ben ik al best wel een tijd kwijt. Ik zou echt niet weten waar dat is. Dus ik gebruik hem eigenlijk nu alleen zo of in de hand. Maar hij kon dus oorspronkelijk ook laag. Nou, kan ik er natuurlijk altijd een ander hengsel van de tas aan hangen. En hij heeft nog wel vakjes van binnen. Oh, ik dacht dat ik hem kwijt was. Hij zit in het hele kleine vakje ernaast. Dus er kan toch nog best wel redelijk wat in. Alleen geen hele dikke dingen, want dan is het natuurlijk uit vorm. Maar het is wel echt een heel fijn tasje. De volgende tas is van Guess. Ik vind dit een hele mooie tas. Ik hou ook altijd wel van dit stikwerkje erin. Hij is heel erg groot. Ik heb hem gekregen. En ik ben er op zich heel blij mee. Alleen het nadeel vind ik met Guess. Deze is dus geen echt leer. En ik vind dat altijd een stuk minder mooi blijft. Dus ik weet nog niet zo heel goed wat ik ermee wil daardoor. Want ik vind het gewoon zo zonde als je tas zo snel lelijk is. Maar ik vind de tas zelf wel echt heel erg mooi. Achter heeft hij ook nog een vakje. Dus ik heb een beetje een haat-liefdesrelatie met deze tas. Maar ik gebruik hem nog steeds wel. Dan een heel klein schattig avondtasje. Deze is van Donna Karen. Dat kan je ook wel zien. De appel zit erin. Ik vind deze altijd wel heel erg leuk. Die bovenlaag zijn allemaal kleine metaaltjes. Hij heeft een leuk kettingje. Daardoor kan je hem ook aan je hand gewoon makkelijk vasthouden. En hij kan ook onder je arm. Ja, hij is niet heel groot. Dus het is echt voor als je 's avonds eventueel weg wil. Hij heeft een klein vakje erbij. Maar ik vind het op zich wel altijd een heel erg leuk tasje. De volgende tas die is van River Island. Dit is een rugzak. Ik ben normaal niet heel erg van de rugzakken en ik had ze ook nooit. Totdat ik Sarah kreeg. En nu vind ik als we dan echt een dagje weggaan en je moet je kind heel veel helpen, vind ik het gewoon heel erg makkelijk.
Dus eigenlijk gebruik ik hem daardoor best wel veel. Hij is ook ruim. Hij heeft twee aparte vakken, wat ik wel heel erg fijn vind. Dan kan je spullen toch net wat beter uit elkaar houden. En hier heeft hij ook nog vakjes in. En sinds ik deze tas heb, heb ik wel vaak zoiets van, nou, ik zou toch nog wel een rugzak willen. Wat ook heel erg leuk is aan deze, zo is het natuurlijk een rugzak. Maar als je dit hengsel uittrekt, dan kan je hem ook gewoon crossbody dragen of aan je schouder. Dan kan je hem ook korter maken. Dus je kan hem aanpassen aan elke situatie. En dat vind ik, ja, zeker als moeder zijnde, want ik gebruik hem eigenlijk alleen als ik met Sarah ben, vind ik dat echt wel heel erg fijn. Dus toch wel een aankoop waar ik heel erg blij mee ben. De volgende tas is een tas die voor mij heel speciaal is. Het is een hele oude tas. Echt een vintage tas. Dat is er ook wel aan te zien. Al vind ik hem echt nog steeds heel erg mooi. Deze tas is namelijk echt verschrikkelijk veel gebruikt. Hij is van mijn oma geweest. Die heeft hem heel erg veel gebruikt. Ik denk dat deze al 40, 50 jaar oud is. Dus voor wat dat, nou, ziet hij er echt, echt nog top uit. Het is echt een clutch, een enveloptas. Ik vind hem vrij ruim. Hij heeft mooie vakken. Hij is van heel erg mooi leer. Het hengsel kan er ook af. Dus daardoor is hij ook weer op twee manieren te dragen. En dat vind ik altijd heel fijn met tassen. Ja, ik vind deze gewoon heel mooi. Dit is een tas die gaat gewoon bij mij nooit weg. Ik heb hem zelf al best wel lang. Ik heb hem echt lang geleden gekregen al. Ja, en deze zit diep in mijn hart. Dus ja, dit blijft toch ergens wel mijn meest favoriete tas. De volgende tas is mijn meest recente tas. Dat is deze Michael Kors. Die heb ik met de kerst gekregen. Daar ben ik heel blij om. Ik vind het een heel leuk kleurtje. Ook een kleurtje wat ik nog niet had. Hij is niet overal mee te combineren. Maar ja, als je meer tassen hebt, hoeft dat ook helemaal niet. Dan kan je hem gewoon pakken als je hem wel ergens leuk bij vindt. Ondanks dat hij klein is, past er toch best wel nog wel wat in. Hij heeft ook een apart vakje. Het hengsel kan er weer af. Nou, dat heb ik natuurlijk bij alle andere tassen ook al gezegd. Dat vind ik altijd een voordeel. Ik vind het kwastje eraan ook heel erg leuk. Dus ja, ik ben heel blij met dit tasje. Dan een tas die ik best wel een tijd geleden al gekocht heb. Deze komt uit Italië. Deze is van Stefanel. Deze is echt heel erg groot en ik vind dit ook een hele aparte tas. Die hang je dus om je arm. En dan hangt hij op je rug. Er kan verschrikkelijk veel in. Met dagjes weg, zeker naar het strand of iets, vind ik hem echt heel erg leuk. Met zand is hij alleen niet heel erg geschikt. Dus meer als je bij een strandclub zit. Maar je kan er gewoon verschrikkelijk veel in doen. En hij is niet zo standaard. En dat, daar hou ik altijd wel heel erg van. Dus dat is een tas die ik wel heel erg leuk vind. En ook omdat je dit eigenlijk verder nooit ziet. De volgende tas is dit kleine blauwe leren tasje. Ook een beetje een clutch-achtig klein maatje. Handig van deze tas vind ik dat hij en een lange band heeft, maar ook een polsbandje. En het is een makkelijk te combineren kleurtje. Dus deze heb ik ook best wel veel gebruikt. Er kan alleen niet heel erg veel in. Dat is wel heel jammer. Hij heeft wel veel vakjes. Ik hou echt van vakjes. Dan kan je spullen gewoon makkelijk terugvinden. Dus deze heb ik best wel veel gebruikt. Ik pak hem nu iets minder. Maar ik ben er nog steeds wel blij mee. Dat zeg ik altijd in dit soort video's met alles. Dat ik blij ben met mijn spullen. Maar ja, dat is ook wel weer heel erg fijn. De volgende tas is deze. Dit is echt door de jaren heen mijn meest gebruikte tas. Deze is ook van Donna Karan. Nou, ook met gestikt leer. Ik hou daar gewoon sowieso heel erg van. Hij is wel echt heel erg versleten. Deze heb ik echt zoveel gebruikt. Dit is een beetje mijn never full bag. Hij is ook echt never full. Hij heeft ook vakjes aan de zijkant. Ondanks dat hij er niet heel mooi mee uitziet, blijft het toch ook wel echt een van mijn favorieten. Ik heb hem ook al een keer geverfd. Dan ziet hij er toch wel weer een stuk mooier uit. Maar dit is echt een top aankoop geweest. Ik pak hem nu dus wel minder door hoe hij eruit ziet. Misschien moet ik hem gewoon nog een keer weer gaan verven. Want ja, I love this bag. Dan een tasje, die is van Girani Chirani. Deze is schilleer. Het grappige van dit tasje is dat je hem aan één kant kan hangen. Maar ook
met het hengseltje naar twee kanten. Dan is het dus zo'n tasje. Zo vind ik hem zelf minder leuk. Dus ik draag hem eigenlijk altijd met het bandje naar één kant. En dan gewoon aan mijn pols. Of ik haal ze eraf. En dan gewoon onder mijn arm. Hij is ook niet super ruim. Maar hij heeft wel weer ook een vakje erbij. De stofzak zit erin. En ja, gewoon een grappig tasje vind ik dit. Dan weer een hele grote tas. Dat is deze Guess. Dit is meer een reistas. Als je een weekendje weggaat of ergens een nachtje moet overnachten, vind ik deze wel heel erg fijn. Wat ik prettiger vind aan deze kersttas is dat het voornamelijk stof is. Omdat ik de nep leren stukken van Guess meestal niet heel fijn vind. Er zit er ook wel iets op, maar hier op de tas vind ik dat sneller lelijk worden. Dus dit vind ik gewoon wel een hele fijne tas voor dan weg. Hij heeft ook veel vakken. Nou, dat weten we niet ondertussen. Ik hou van vakken. Hij heeft overal netjes en losse vakken. Nou, de stofzak zit er weer bij. Hier ook nog een groot vak. En ook weer met een vak ernaast. Dus ja, deze gebruik ik gewoon als ik kort weg moet. En toch wel redelijk wat mee wil nemen. De tas die nu komt, daar was ik echt zo verliefd op toen ik die zag. Dat is deze. Deze is van Diana van Furstenberg. Deze is van Kirk. En hij heeft allemaal goudkleurige stukjes erin. Ik vind deze zo mooi. Hij voelt ook echt geweldig. Hij gaat zo open. En hij is ook niet super ruim. Maar hij heeft echt vakjes voor je pasjes en alles. En toch nog twee vakken en een ritje. Dus er kan best toch wel veel in als je het los doet. Alleen mijn vlogcamera past er niet in, dus dat is wel jammer. Maar ik ben hier wel heel erg blij mee. Ik vind deze ook echt zo mooi. Dan een heel klein schattig tasje. Er past heel weinig in, maar voor een avondje weg is die wel heel erg leuk. Mijn vlogcamera hoef ik er absoluut niet in proberen te doen. Dat is deze van Doen. Hij heeft ook een heel schattig bloemetje. Hij heeft een mini vakje. Het hengsel kan je er ook in dragen, maar hij kan er niet af. Dus dan ben je nog meer ruimte kwijt. Maar dan kan je hem wel ook zo dragen. Ja, hij is niet praktisch. Er kan heel weinig in, maar ik vind hem mega schattig. Dan een hele dagelijkse tas. Dat is mijn bucketbag. Deze is van Calvin Klein. Het is van zwart leer. In het begin wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik ervan vond. Het is wat anders dan wat ik normaal heb gehaald. Maar toen ik hem eigenlijk toch een keer ging dragen, dacht ik, nou, ik vind hem eigenlijk toch wel heel erg leuk. En ik gebruik hem best wel veel. Hij lijkt niet heel erg groot, maar er kan echt superveel in. Ik kan hem ook helemaal open. Nou, de stofzak zit er weer in. Hij heeft ook twee vakjes hier en een vak hier. En zo is hij gewoon toch heel erg ruim. En omdat je hem eigenlijk alleen boven sluit, staat hij dan gewoon rond. Maar bij deze tas misstaat dat gewoon niet. Dus als hij wat leger is, is die leuk. Maar als die vol is, ziet hij er ook gewoon nog leuk uit. Dus dat vind ik heel prettig aan deze tas. De volgende tas is van BCBG Maxaria. Dat is deze tas. Ik vind dit een heel schattig kleurtje. Hij heeft een hele mooie schakelband. Het is een hele zware tas. Ik vind het ook wel grappig, als ik deze tas meeneem op reis en hij zit in mijn koffer, dan word ik altijd eruit gehaald. Deze tas wordt altijd opnieuw gescand, want er zit dus een metaal stuk hierin. En dan denken ze altijd dat ik iets meesmokkel. En één keer wilden ze mijn tas dus bijna open gaan snijden. Daar was ik niet heel blij mee. Dus toen heb ik ook echt gevraagd van, joh, scan hem nog een keer. Er zit niks in, voel, maar alsjeblieft sloop mijn tas niet. Daar ben ik niet heel erg blij mee als je dat doet. Dus ik heb nu maar besloten dat ik gewoon met deze niet meer het vliegtuig in ga. Dat is een iets beter plan. Want elke keer gebeurt dat dus gewoon opnieuw met deze tas. En dan zijn we aangebroken bij de laatste tas van deze video. Dat is ook een Michael Kors. Deze is een beetje bruin cognacig. Dit is ook een van mijn favoriete tassen. Daar kan heel veel in. Hij is ook niet super groot, maar toch heel ruim. Ook weer een hengsel wat eraf kan. Nou, dat vind ik wederom weer heel erg prettig. En hij heeft ook vakjes erin. Hier nog een ritje, hier twee vakjes, hier twee vakjes.
Ik hou gewoon echt van vakjes. Ik hou gewoon van mijn dingetjes allemaal snel kunnen vinden in mijn tas. En dat gaat altijd handig met vakjes. En in principe kan je hier ook nog wat inschuiven. Dat doe ik niet heel snel, want ik ben dan altijd bang dat ik het kwijtraak. Dus ja, deze is gewoon top en heel erg mooi leer. Altijd met Michael Kors. Het enige nadeel van Michael Kors vind ik dat het heel erg commercieel is. En dat er heel erg veel nep rondloopt. En dan heb ik zoiets, koop dan een andere tas in plaats van een nep tas. Ik hou daar gewoon niet van. Ieder zijn ding verder hoor, maar het is niet mijn ding. Dus dit is de laatste tas van vandaag. Van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik lees graag jullie reacties onder deze video. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Dan zien jullie snel weer meer video's van mij. En voor nu bedankt voor het kijken. Doei!